Aan de Hierasingstraat is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie bezig met herstelwerkzaamheden. De heer Ramoutaar van het ministerie hierover. We zijn nu bezig met de vierde straat. Het is een project van 5 straten in Zorg en Hoop. We hebben de Staanvaste straat, de Vlokstraat gedaan. De Rode straat, dit is de Hierasingstraat en daarna volgt de Paluulustraat. Wanneer zijn jullie begonnen met dit project? Het project is van start gegaan in maart 2018. We zijn begonnen bij de Staanvaste straat en we hebben dus 5 straten. Wat wordt er allemaal gedaan? Zoals u ziet, dit is de Hierasingstraat. Per straat zijn we begonnen met het aanpak van de riolering. Er is een nieuwe riolering aangelegd. In de bermen, daar lopen dus was deels open en deels gesloten. We hebben dus nu gesloten riolering aangebracht. We hebben de percelen middels een perceelput of perceelputten aangesloten op de nieuwe riolering. Wat er nu gaande is, is dat de straatkolken, dat is voor het waterafvoer van de weg, wordt aangesloten. En daarna wordt dus de berm verhard en de straat wordt dan geasfalteerd. Hoe zitten de werkzaamheden hier aan de Hierasingstraat? Tot nu toe verlopen ze vlot, volgens ons schema. Dus als het weer het mee heeft, dan denk ik wel dat we op schema zijn. Hebben jullie de rioleringen al aangelegd? Ja, er zitten nieuwe rioleringen in de bermen. Die zie je dus nu niet meer, want ze zitten in de bermen. Aan weerszijden, dus zowel oost- als westzijde. En daarop zijn dus de huizen aangesloten. De huishoudens van de mensen zijn ook aangesloten. Hoe gaan jullie om met de mensen van de straat zelf? Het geduld dat de mensen moeten betrachten voor jullie werkzaamheden? Dus voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we dus de mensen in kennis gesteld per schrijven. Daarnaast zijn we dus wel huis aan huis geweest. En er zijn ook mensen dus van het ministerie die elke dag aanwezig zijn. Waarmee dus als de mensen wat problemen hebben, dat kunnen aangeven. Waarbij het een en ander dan opgepakt wordt, zeg maar. Wanneer is de Hierasingstraat helemaal klaar? We focussen op dus zeg maar dat we november van dit jaar. Dus eigenlijk is het overal project zo'n beetje. Het moet dat we het een en ander rond hebben. Want we gaan dus nu de bermen bestraten, daarna de binderlaag aanbrengen. Dan blijft het nog even zo voordat we de toplaag aanbrengen. Dat is de slijtlaag dus die erop komt, de asfaltlaag. Het gaat om 5 straten van Zorg en Hoop. En u heeft het zelf aangegeven, veel werkzaamheden worden verricht. Wat is het kostenplaatje hiervan? Dus voor de 5 straten is er een budget beschikbaar van 4,7 miljoen US dollars. Dat is over die 5 straten uitgesmeerd. Dus het project is zo dat de aannemer zelf dus een ontwerp maakt, een indient, een beeld en design. En dat wordt dan besproken met de directie. Het een en ander worden aangepast ter plaatse op het veld. En daarna wordt dus het ontwerp dan definitief goedgekeurd. Met dus een soort raming, zeg maar. En dan worden de werkzaamheden uitgevoerd. Naar november toe wordt de 5e straat ook meegenomen om alles op te leveren? Ja, dat ligt in de bedoeling. Maar net zoals ik eerder zei, het weer speelt wel een belangrijke rol. Hoe blij mogen de bewoners zijn als dit wordt opgeleverd? De bewoners moeten dus heel erg blij zijn, want als je de situatie voorheen zou moeten bekijken en dat nu. Dus voorheen was er een smalle weg. Nu is het ietsje verbreed. Het wordt 4,50 meter van band tot band, zeg maar. En de bermen worden verhard. Dus de mensen hebben dan straks een mooie berm waarop ze kunnen lopen, veilig. En de weg is dan verhard. Nu zijn het 5 straten, maar van Zorg en Hoop. Weet u misschien of er een natraject is, of er meerdere straten komen? Dus afhankelijk van het budget dat er beschikbaar was, wordt er gekeken van als er nog middelen op het contract zijn, dan zou het eventueel nog kunnen.